Hallo, daar ben ik weer. Ik heb weer een filmpje voor jullie. Ik heb een... Wat zal ik als eerste doen? Unboxing van mijn winactie. Ik kreeg deze doos binnen. En, ja, ik heb al stiekem erin zitten te kijken. Ik kon niet wachten. En ik moet zeggen dat ik best wel heel erg blij mee ben. Ik ga het even een stukje naar achter. En ik heb het ook wel stiekem opengemaakt. Zoals je hoort, kraakt het nogal. Wat ik hierin zag, daar was ik heel erg blij mee. Dat is van, even kijken of ik het kaartje kan vinden. Ja. Zij maakt zelf sieraden en ze hebben ook een webshop. En is deze. Dan ga je naar www.bubblebeeshoe.nl. En ja, die had een winactie op Facebook gezet. Van liken en delen. En ja, daar heb ik al meegedaan. En ik heb toevallig gewonnen. Vond ik wel heel erg leuk. Ik leg de doos even neer, anders gaat het fout. En ik haal dit zakje er even uit. En dan ga ik even die twee dingetjes eruit halen. Wat erin zat. Vond ik wel heel erg leuk. Ik weet, het zal wel hier niet bij passen, maar deze armbandje in. Is super leuk. Kijk. Heel leuk armbandje. Daar ben ik echt blij mee. Ik ben er echt heel blij mee. Ik heb het terug in het zakje. En dan deze oorbelletjes. Geweldig. Ik ben gek op dat soort oorbellen. Dus, even de... Ja. Handschoentjes. Het zijn die leuke stips erop. Ja, die kan natuurlijk nu op dit moment niet. Maar als het weer wat koud wordt, dan komt het natuurlijk lekker goed uit. Dus ja, 's morgens is het best wel koud, dus dan kan ik ze best wel aandoen. Maar ik wilde ze nog niet aandoen, omdat ik ze nog wilde laten zien aan jullie. Dus vandaar. Oh. En als tweede, of als derde, haal ik dit zakje eruit. Daar heb ze, kan ik zelf dingetjes maken. Dat vind ik wel heel erg leuk. Deze. Echt jaren 60. Daar heb ze nog wat draadjes in gedaan en elastiekjes en al die andere dingen. En deze. Het is heel erg leuk, man. Het is zo leuk gedaan. Vind ik echt wel leuk. Deze. Ze komen paars over, maar ze zijn echt roze. Ik moet het zo even doen. Die. En deze twee. Vind ik heel erg leuk. Echt super. Deze mooie kralen. Echt. En heb ze hier nog wat, ook nog wat dingetjes in gedaan. Een kroontje. En dingetje. Hello Kitty. Schelpjes. Erg leuk. En deze twee. Ja. Ik, ja. Ik zeg al, geef een mosbloemen. Ben ik zo blij als een klein kind. Ik geef een kaartje. Ben ik net zo blij als een klein kind. Dus ja. Dus hier ga ik zeker nog wel kijken wat ik hiervan ga maken. Dan zal ik het wel aan jullie laten zien. Misschien in een filmpje of zo. Als ik het weet. En als laatste
En dat zit in dit tasje. En dan zie je hier al die hengsel eruit steken. Daar ben ik echt helemaal super blij mee. Dit tasje. Kijk nou hoe lief en hoe snoezig. Moet je zien. Toch leuk als je ergens uitgaat. Je kan hem zo omdoen en dan zo vasthouden als een klein klutje. Het is ook een mini klutje, want je kan er. Kijk, je kan er haast niks in doen. Een paar sleuteltjes en that's it. Dus ja, deze vind ik wel heel erg. Die doe ik weer terug in het tasje. Met mijn steentjes zat. En dat was de winactie van unboxing van Facebook. En ik doe het weer even terug in mijn doos. Dan ga ik weer een volgende video opnemen. Dus als jullie deze kleding weer ziet, dan heb ik een hele reeks van video's gemaakt met deze kleding. Dus bij deze heb ik jullie alvast gezegd, dankjewel daarvoor, voor het begrip. En ja, doe een duimpje omhoog. Wil je nog meer video's zien, dan kan je hier beneden abonneren. Ja, dat zou ik heel erg leuk vinden. En ik zie jullie de volgende keer. Dag!